eerste keer, ik wist niet wat ik had. Ik was helemaal geen Mariavereerster. Nee, tot mijn schande moet ik het zeggen. Nee hoor. Ik was gewoon met de Heer en de heilige Jozef. Dat was mijn favoriet. Ja, voor die tijd had ik het altijd thuis. Altijd. Ja, heel lang al. En toen kwam het ineens in die Thomas. Nou, vreselijk vond ik het. Vreselijk. Zo in het algemeen. Het was juist een kerk vol met mensen. Het was geloof ik een Mariaavond. Ik weet niet, een lof. Vreselijk. Toen moest ik opstaan. Ik had een bank van tevoren. En toen hoorde ik ineens, sta op en ga naar de kapel. Het was een heel klein kapelletje daarachter. Waar ze ook van die stoelen wel in zetten, zo'n hok meer. Oh, vreselijk vond ik het. Toen is dat begonnen en toen kreeg Monsieur Ruibers natuurlijk de lading over zich heen van een paar paters die al een modernisten waren. Dat begon toen al. Dat toen gezegd, oh, dat kunnen wij hier in onze kerk niet hebben hoor, die herrie en alles. Want die mensen, ja, die bleven, dat het uitging, bleven ze staan. En toen was er nog een lieve pater. Die stond aan de uitgang en die zei, mensen, loopt toch door, de juffrouw is hysterisch. Ja, kreeg je ook nog te horen. Dat was het eerste dat ik hoorde, mijn god. Dat gaat dan wel even door je heen, hè? Ja, Maria die was daar verschenen, hè? Ik lag daar op mijn knieën en ik moest haar na zeggen altijd. Bij het begin heeft ze gezegd, zeg mij na. Dan sprak ze een paar woorden, net als een dictee. Dan sprak ze een paar woorden en dan zei ik dat na, hardop. De mensen hoorden het natuurlijk die naast me zaten, op die knieën. Twee Volendamse vrouwen, lieve God, dat weet ik nog zo goed. Nou, die lagen daar te bidden schijnbaar, of die zaten daar op een stoeltje. Ik weet het, dat weet ik natuurlijk niet. Ik kwam eraan en het licht volgde mij. Het scheen allemaal licht voor me uit dat ik daar naartoe moest lopen. Door die mensenmassa heen, die gingen allemaal opzij. Die dachten natuurlijk, juffrouw is ziek, die, of die wordt niet goed, dan gaat ze kerk uit. Maar ik ging naar die kapel. Ah, dan was ze maar een toestand. En dan, als ze weg is, en toen schrok ik met al die mensen om je heen. En toen kwam de pastoor en die zei, ieder kom maar gauw met me mee naar binnen. Want, en die bleven ze allemaal in die Rijnstraat staan wachten. En toen zijn wij achteruit, met mijn familie, ben ik achteruit in de pastorie, die was in de andere straat. Zijn we daar met een taxi gewoon naar huis gegaan. Nou, ik vond het verschrikkelijk. Want het was altijd in stilte en niemand wist ervan. Eigen vrienden of kennissen, of die wisten geen van allen dat had, al jaren niet. Ik weet nog goed, we hadden leuke vakantievrienden en... Nou, en toen is het door die Thomas, is dat met fotografen, die stonden in zo'n portiek. En dat zag ik, zeg tegen mijn zus, oh God, denk erom, er staan ze te fotograferen. Ach, zei mijn ene zus, jij ziet schimmen, zeg. Ik zei, nee, kijk maar goed. Nou, toen later, de volgende dag, ja hoor, toen hingen ze allemaal aan de kiosk, had je toen nog. Ach, jeetje, ik ben dood. Oh, ik heb ze hier nog beneden in de dingen, in de archief. Toen is het begonnen, het openbare, want ik had het al jaren, maar dat werd nooit bekend. En toen kwamen ook die kennissen, die zeiden, zeg, wat hebben wij gelezen, Ida? God, dat je dat ons nooit verteld hebt. Ja. Je hoort altijd voor ons. Ja, maar ik wilde daar niet over praten met de mensen. Als ze verklaren het al direct voor gek, dan krijg je het toch direct. En misschien wordt er wel eens tijd dat het openbaar iets tevoorschijn komt op een goede manier. Want je hebt ook dat ze het belachelijk maken, hè. Toen kwamen werkelijk journalisten al erop je af. En nou, dat vond ik verschrikkelijk. Ze maakten er soms ook maar wat van, hoor. Is het erg?